Je hebt ook een tijdje in de gevangenis gezeten, dat schrijf je ook in het boek. Oh, ik heb niet gezeten, dat was ik niet. Andere vraag, nee hoor. Ben Helder, vandaag is jouw dag. Jouw boek komt uit. Heb je enig idee wat je hier te wachten staat? Nee. Volgens mij heeft hij mijn boek in mijn handen. Wel een beetje nat geworden, Glenn. Ja, maar heb ik ervoor over. Gaaf. Gefeliciteerd. Hè? Dankjewel. Eerste exemplaar. Ja, super gaaf. Dit vind ik niet erg om nat te worden zo op deze manier. Heel goed. Nee, ook niet, hè? Nee, ik ook niet, hoor. Doe ik voor jou, hoor. Dit is wat anders, hè, met die moeilijke vragen voor je normaal. Glenn, je bent een gevierd oud voetballer, maar jouw leven heeft ook een schaduwzijde. Je bent gokverslaafd geweest, je hebt in de gevangenis gezeten. Daar heb je nu een boek over geschreven. Wat kunnen we verwachten van het boek? Het is niet alleen maar verhalen over wat ik allemaal meegemaakt heb. Dit boek is echt van dat je wel mensen handvatten geeft in sommige situaties waar ik zelf mee om ben gegaan en wat ik heb gezien. Wat ook daadwerkelijk andere mensen helpt. Naast dus natuurlijk ook verhalen ja, die ik heb meegemaakt. En wat ik nu even een uitleg aangeef, zeg maar achter de schermen. Zoals bijvoorbeeld dat ik op tv kwam en dat ik dan scheldend op tv kwam tegen iemand. Daarom kan jij ook bij mij kan je de vinkentering krijgen. Dus haal jij maar gewoon lekker je snoer nou niet. Daar is de rot op, joh, die irritante klootzak. Joh. Dan snap deze stomme klootzak niet. En wil je mijn paparatenband. Je gaat een beetje op mij oordelen. Ben jij koning of zo? Sowieso moet je niet schelden op tv. Maar nu wordt het verhaal erachter even beschreven en dan wordt het opeens een hele andere situatie. Je gokverslaving begon al in je tijd bij Vitesse. Bij Sparta al. Nou oké. Okay. Nou, hoeveel heb je in totaal verloren? In mijn hele leven praat je tussen de 250 en 350.000 gulden. Dat ik echt ben kwijtgeraakt door gokken. Maar wat ik weggegeven heb is tussen de 800 en 950.000 gulden. Als iemand 500 vroeg, gaf ik je 500. Voor iemand 32.000, gaf ik je 32.000. Omdat ik had mijn kinderen toen de tijd nog niet. En ik vond het te gek voor woorden, iemand anders werd met zijn gezin uit zijn huis gezet. Zo was ik dus ook vroeger. Vind je het nog moeilijk om het boek zelf te lezen? Nee, want ik ken alles. Ik ken alle hoofdstukken. Het komt uit mijn mond, het komt uit mijn hart, het komt uit mijn lichaam. Uiteraard, maar je wordt wel weer geconfronteerd met je verleden. Vind je dat oké? Okay? Ja, maar daar ben ik overheen. Ga je mee naar het casino? Misschien een moment zelfs wat jij niet eens meer herinnert. Is toen... Samen vaststappen. Hey Wesley, wat is jouw band met Glenn Helder? Dat is eigenlijk ontstaan na het voetbal. Dus live after voetbal. Daarin ben ik Glenn een aantal keren tegengekomen. En eigenlijk wel een goede klik met hem. Dus dat is de reden waarom ik ook hier ben. Ik mag Glenn heel erg graag. Zijn carrière spreekt natuurlijk voor zich. Maar vooral wat hij doet voor mensen, wat heel veel mensen niet weten. Vond ik een eer dat hij het boek in ontvangst wil nemen hier bij mij. Echt, Wesley... Dikke kus naar jou, vriend. Hey Andy, wat is jouw band met Glenn? Glenn en ik douchen heel vaak samen. Ja. Ik ken Glenn al jaren. Wij spelen samen bij FC de Rebellen. En ik vind Glenn een heel mooi persoon. We hebben ook theatershows gedaan samen. En we hebben gewoon een hele goede band. Wat vind je daarvan dat hij zo open is over zijn verleden? Ik denk dat hij dat heel erg goed doet. Omdat mensen kunnen een negatief beeld van hem hebben. Omdat hij natuurlijk is gokverslaafd geweest, in de gevangenis gezeten. Maar dat is allemaal jaren terug en ik denk dat je in het boek zult gaan lezen dat hij ook heel veel goede dingen doet. Bewust is van zijn fouten. Het is ook een soort van therapie, want je schrijft dingen van je af. Kijk, en anders blijf je daarmee rondlopen. En dat is natuurlijk niet goed, want dan ga je malen en malen. De man is zo eerlijk, hard op de tong. Ik vind het fantastisch dat hij het doet. Want het gaat er uiteindelijk niet om wat je hebt gedaan en wat je hebt meegemaakt, maar hoe je er nu mee omgaat. En hij is natuurlijk een enorme inspiratie. Wat is het meest bijgebleven uit het boek? Waarin hij vertelt zeg maar, hoe hij uiteindelijk die gokverslaving heeft overwonnen. Want wat hij net ook al aangaf, er zijn zoveel mensen verslaafd aan allerlei dingen. Klinkt al stom, ga ik zo zeggen, ik ben verslaafd aan Red Bull. Klinkt heel gek, maar ja, dat is ook maar een dingetje. Maar er zijn, zit hierin? Ja, dit zijn allemaal rettootjes. Sorry man. Er zijn inderdaad zoveel mensen die een verslaving hebben. En daar legt hij heel goed uit hoe je daarmee om kunt gaan, hoe hij ermee om is gaan. En eigenlijk ook wel een beetje vanaf kunt gaan. Uiteindelijk is het een soort... Ja, wel een leerboek eigenlijk. Ja. En nu gaat hij mensen helpen. Ja, dat is natuurlijk... Dat laat wel de kant van Glenn Helder zien. Hoe een persoon hij is, weet je. Een goed persoon met een goed hart die andere mensen wil helpen. Je hebt ook een tijdje in de gevangenis gezeten. Dat schrijf je ook in het boek. Oh, ik heb niet gezeten, dat was ik niet. Andere vraag, nee hoor. Is dat dan het dieptepunt? Natuurlijk is dat het dieptepunt. Maar zoals dat is ook bijvoorbeeld een voorbeeld. Nu praat ik, geef ik lezingen in de gevangenis. Als er van de 10 eentje geholpen wordt, zijn wij alle twee spekkoper die buiten de gevangenis leven. Snap je wat ik bedoel? Wat is nou jouw ultieme doel met het boek?
mijn ultieme doel is dat er echt heel veel mensen handvaten eruit kunnen halen waar ze daadwerkelijk wat aan hebben. Zeker in deze maatschappij die ook steeds harder wordt en mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Verfrissend. Ga maar lezen.